12 oktober 2016, de dag die de Alfense geschiedenis in zal gaan. Ruim 40 jaar geleden zijn in Zwammerdam Romeinse schepen van 2000 jaar oud opgegraven. En vandaag komen ze terug naar Alfen. Bijzonder. De containers worden nu opgetild. We gaan ze bekleden, want we willen natuurlijk een mooie entree maken in de plek waar ze vandaan komen, Alfen aan de Rijn. En dat loopt allemaal hartstikke soepel. Meer en meer bij toeval zijn die boten ontdekt. En toen hebben we dus een plan gemaakt om dat te onderzoeken. Maar het belangrijkste wat daarbij tevoorschijn kwam, was dat ze eigenlijk veel groter waren dan we hadden kunnen voorzien. Dus het onderzoek heeft steeds langer geduurd. En zo is van het ene rolde in het andere. En uiteindelijk zijn in volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zijn boten onderzocht en gedocumenteerd. Natuurlijk helemaal op heilige grond. Hier rijden we op het grondgebied van Zwammerdam. Echt op 200 meter van de plaats van de ontdekking van de schepen zelf. Op dit moment is daar het Limes bezoekerscentrum Nigrumpulum. Op die plek laten we zien dat die schepen zijn ontdekt en wat hun betekenis is. Maar de scheepsresten zelf, die brengen we nu naar Archeon. Dit is bijzonder, man. Wat een mooie tocht hebben we gehad. Kijk, hier staan een boot mensen. Kijk, dit is toch mooi, man? Het is een van die dagen, dames en heren, dat je precies weet waar je was op dat moment. In je leven heb je dat een dag en je weet nu nog, wat was ik toen? Ja, dat was ik toen. Vandaag is ook zo'n dag. De Zwammerdamschepen komen terug. Komen jullie kinderen mee om te gaan kijken? Jack Veldman, de eigenaar van het Archeon. En ik ben wel heel erg benieuwd, want de schepen zijn nu eindelijk terug in Alfen. Wat gaat er nu mee gebeuren? Het is een stuk geschiedenis van Alfen aan de Rijn en die gaan we natuurlijk bekendmaken. Vandaar moet deze actie hier op het Rijnplein. Dan gaan we de schepen de komende jaren, want dat is heel veel werk, in elkaar zetten. Dan moeten we dus schoongemaakt en in elkaar gezet worden. En dan gaan we daarna bouwen aan een museum. En dan gaan we, buiten de schepen, ook het hele verhaal van de Romeinen in de Hollandse Delta vertellen. We hebben al een kleine glimp kunnen opvangen van de Romeinse schepen. Nog eventjes geduld en dan kunnen we ze met z'n allen bewonderen in het Archeon in Alfen aan de Rijn.